Goedemiddag en welkom vanuit de voor alweer de laatste aflevering van Local Reality in Amsterdam. Vandaag gaan we langs bij Paul-Jan Paaltjes, die op zich al een bijzonder verhaal is. Hij woont op zichzelf in deze straat, terwijl hij blind en spastisch is. Dankzij de grote inzet van de gemeente Amsterdam is dit toch mogelijk en we gaan vandaag even bij hem langs om te kijken hoe het met hem gaat. Goedemiddag, Dieter Huygens van Local Reality. Hallo. Paul-Jan? Ja. Mogen we even binnenkomen? Ja, ik heb van jullie gehoord. Om binnen. Lekker warm binnen hoor. We hebben schoenen uit. Schoenen uit, oké. Okay. Hi. Hey. Dieter Huygens. Ja, hi. Gaan we de trap op? Dat lukt zo? Ja, ja. Schoenen zijn uit. Paul-Jan, ja. Dat is een hele uitdaging zo met die sneeuw buiten, trap op ook, dat, ja. Dat is wel lastig. Ja, met het gladde weer probeer ik ook zo min mogelijk ook wel naar buiten te gaan. Ja, ja. U maakt ook gebruik van de boodschapservice? Ja, van Albert Heijn vooral. Ja, Albert Heijn heeft zo'n service. Oké. En zijn er wat koken en boodschappen betreft ook dingen die u wel zelf doet hier in de keuken? Ja, ik kan thee zetten bijvoorbeeld. Misschien een kopje thee. Het moeilijke is dat je en een kopje voedt en inschenkt zonder jezelf te verbranden natuurlijk. En dat is het moeilijk. Dan moet je heel goed coördineren zo met. Ik heb dat zo vaak gedaan, ik heb bijna geen gevoel meer in mijn hand. Ja. Dat doet u heel beheerst. Maar ook aan doen dan ook nog zoiets hoger. Ja. Dan moet ook nog een beetje lol hebben in je leven. Nou, u bent verrassend capabel voor een blinde spast. Kijk. Ja, maar het past me zo dat je spieren zo gaan uittrekken. Lekker. Alsjeblieft. Dankjewel. Heb je hem? Ja, die heb ik hoor. Dankjewel. Yes. Super. Het gaat zo? Ja. Oké, prima. Ik moet jou nog een zakje geven, je nog maar water, hè? Ik kan niet tegen je zonder zakje. Nee, dat klopt. Kom bij je. Yes. Even het zakje. Zit die? Nee. Dat is stom, man. Ja, stom. Nou, dat maakt niet uit, hoor. Even kijken, maar. Lekker, dankjewel. Maar, ja, dat gaat gewoon wel. Had hem. Oh. Ik heb helemaal onder. Ja. Gaat het, meneer? Gebeurt dit vaker? Ja, soms dan ga je spieren zo aantrekken. Dat is het spasme, is dat? Ja. Ja. En dat gebeurt zo net. En dan, kijk, nu kan ik me voor wel gewoon normaal drinken. Ja, ik luister vooral naar ABBA. Ja, en ook, ik hou ook wel van een beetje rock en roll, punk-achtig. En dat is dan de local spastics. Die verkunnen zich nou in mijn situatie ook verplaatsen. En dat waardeer ik wel. Het zou misschien leuk zijn, voor de mensen thuis ook, als u daar een stukje van zou kunnen laten horen, misschien? De muziek heb ik niet. Nee. Oké. Okay. Is er een moment geweest deze week die u speciaal is opgevallen of die u graag wilt delen met de rest? Ik had eigenlijk wel een mooi moment deze week. Ja. Ik was in de Albert Heijn en toen kreeg ik opeens een aanval. En toen viel ik op de grond en toen kwam, nou, ik kan het natuurlijk niet zien, maar hij is een klonk. Ja.
echt wel heel knap. Een knappe vrouw volgens mij, die hield mij omhoog. En toen kon ik natuurlijk ook een beetje aanraken zo. Niet doorstellen. Ja, dat was wel een hoogtepuntje, ja. Maar ik moet eigenlijk even naar de wc. Wasmachine, een droger, tosti-ijzer. Paul? Paul? Paul, gaat alles goed? Paul, gaat alles goed daar binnen? Paul? Paul, Paul zal ook binnenkomen? Paul? Paul? Godverdamme, Paul! Paul, wat is hier gebeurd? Ik kan niet doortrekken! Paul, godverdamme! Help me! Paul, dit kan echt niet! Godverdamme! Dan kun je nog wel blind en spastisch zijn? Ah! Oh.